Dit is het Ronald McDonald Huis en Ernie regelt hier de boel al jaren. Zij vertelde mij dat zij iets nieuws gaat doen volgend jaar en daar wil ik natuurlijk alles over weten. Goh, wat een mooie ruimte. Ja, ken ik helemaal niet. Nou, die hebben we toch al vanaf 2009. Hoe lang bestaat het Ronald McDonald Huis dan al? Het Ronald McDonald Huis in Nijmegen bestaat dit jaar 23 jaar. 23 jaar. We zijn ooit begonnen met 10 kamertjes. Ja. En toen zijn we 6 jaar later naar 17 kamers gegaan. En helaas waren er toen nog steeds zoveel zieke kindjes dat wij papa's en mama's vaak nee moesten verkopen. En hebben we in 2009 besloten van we bouwen er nog een keer 10 kamers aan. Oké, dus het is meer een thuis dan een hotel? Zeker, we noemen het altijd heel mooi een thuis ver van huis. Dus meer dan een hotel. Ouders zijn hier volledig zelfvoorzienend. We hebben een heleboel vrijwilligers, wel 140, die zorgen dat dit huis er zo prachtig uitziet. Maar ouders doen zelf boodschappen, komen zelf koken iedere avond. Okay. En zoals je ziet, hè, al die keukenkastjes, die nummers, dat correspondeert met de kamers hier in het huis. 24 families, allemaal een eigen keukenkastje. En 's avonds is dit de ontmoetingsplek. Dat dus, is dus ze staan daar niet alleen voor? Ook. Nee. Ze hebben elkaar. Hè. Het is een warm bad door de vrijwilligers, zodat ze steun vinden aan elkaar. En wat wij eigenlijk doen, is dat alles faciliteren en het verdriet en het leed een beetje lichter maken. Dus ouders zitten hier soms weken of zelfs maanden? Zeker. Het zijn vaak lange verblijven. En omdat wij geen subsidie krijgen of ander overheidsgeld, willen we in ieder geval zorgen dat ouders nooit veel hoeven te betalen voor zo'n overnachting of voor zo'n verblijf. En daarom heb ik jou gebeld, want ik heb iets nieuws bedacht. Nou, heb je even mee? Ja, graag. Nou, dit is het. Nou, mooi lege hok. Wat is dit? Nou, wat is dit? Dit is nu een lege ruimte. En die hebben we net helemaal leeg gemaakt, want wij gaan beginnen met een nieuw initiatief vanaf januari. Ja? Voor bedrijven in Nijmegen en omgeving. Die bieden we de mogelijkheid om hier in het hart van het huis te vergaderen met een missie. Kan vanaf januari. Nu is het helemaal leeg omdat we vonden dat we dan wel een goede, mooie, goed gefaciliteerde ruimte zouden moeten kunnen aanbieden. Dus we hebben allemaal sponsoren uit de regio gevonden die hier een prachtige kamer van gaan maken. Hoeveel mensen kunnen hier tegelijkertijd terecht? Nou, zoals je ziet, het is niet zo heel groot. Nee. En het is ook echt bedoeld om in een intieme setting, een kleine setting te vergaderen. Geïnspireerd te raken door de verhalen die hier opgeslagen zijn. Dus we kunnen hier maximaal 10 personen vergaderen straks. Ja, en kan dat dagelijks of hoe werkt dat? Nee, we zitten natuurlijk in het Ronald McDonald Huis. En onze core business is al deze mensen met een ernstig ziek kind te helpen. En die mogen niet belast worden hiermee. Dus we hebben bedacht dat we 2 keer per maand, dus 20 vergaderingen per jaar, willen gaan uitzetten. Ja. Als een soort pilot in het eerste jaar. En dan moeten we kijken hoe dat loopt. En wat zijn de kosten voor een bedrijf? Ja, nou, kosten. We maken hier niet echt kosten voor omdat alles gesponsord wordt. Maar we vinden het wel een goed idee dat we aan de Nijmeegse ondernemers vragen om in ruil voor deze plek een gift te geven aan het huis die netto naar het huis gaat als opbrengst. En dat is een bedrag van €350. Nou, dat is eigenlijk heel weinig. Hè? Ja. Dus als bedrijven zeggen we willen eigenlijk wel meer schenken, is dat natuurlijk ook helemaal prima. Maar voor €350 ben je verzekerd van een dagdeel inspirerend vergaderen. Blijf toch een bijzondere plek.